Hiermee die antwoord en die methode hoe om die grafiek wat ek in die vorige activiteit gevra het jylle moet doen, te benader. Jy sal sien waar die verticale as en die horizontale as mekaar ontmoet. Dit is ons oorsprong en daar sit ons in nulwaarde. Alhoewel onze prijs het wat wissel van 100 tot 50, moet ons intervalle diezelfde hou. So daarom op my verticale as, wat my prijs as is, wat toon ek daar aan? Die prijs. Maar ek begin by 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en dan ons laaste waarde, 100. Die hoeveelheid, weer eens begin by 20, daarom moet ek my intervalle precies diezelfde hou. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So my horizontale as is my hoeveelheid. Nou, om 'n punt te kry, het ek twee waardes nodig. So 100 en 20. So hier by 20 gaan ek, en ek trek een lijn opwaarts. By 100 trek ek om horizontaal, en ek maak een kolletjie. Dan die volgende waarde is 90 en 30. So by 90 trek ek een lijntje horizontaal. Van 30 af trek ek een lijntje opwaarts. En weer eens waar hulle ontmoet, maak ek een kolletjie. 80 en 40. By 80 horizontaal. By 40 opwaarts. En waar die twee ontmoet, maak ek weer eens een kolletjie. 70 en 50. En waar die twee ontmoet, maak ek een kol. 60 en 60. En waar hulle weer eens ontmoet, maak ek een kolletjie. En dan 50 en 70. Maar weer eens, dit is nog nie een grafiek nie, want ek moet die koordinate verbind om die kromme te kan kry. So nou moet ek een lijn deur al daar die kromme trek en in die geval verteenwoordig die grafiek op die rechterkant dan die grafiese uitbeelding van dit wat in die tabelformaat gegee is.